Is een jongerenbeweging en daarmee vragen we aandacht voor een betere wereld. Omdat we eigenlijk in de toekomst het verschil moeten gaan maken. Waarin duurzaamheid centraal staat en we leren meer over authentiek leiderschap. Leiderschap voor mij betekent dat ik al bij mezelf begint om dingen te veranderen. En om daarmee mensen te inspireren op zo'n manier dat ze zelf ook geactiveerd worden om iets te doen. Ik dacht dat ik al best wel veel wist over duurzaamheid, maar ik kwam er best wel achter dat ik niet zo heel veel van wist. Ik heb zelf een visie over duurzaamheid, andere mensen hebben weer een heel andere visie over duurzaamheid. En dan kan je daar samen in dialoog gaan en dan leer je weer wat van anderen. Waar ik allermeest blij van word als ik aan het programma denk, is de terugblik op Parijs, over de gave momenten die ik daar gehad heb. En aan de mensen die ik heb ontmoet tijdens het programma. Die ken ik natuurlijk allemaal nog niet. En dat was heel fijn om die mensen te kennen. Zo een band ontstaan, zeg maar. Zoveel mensen bij op één plek, allemaal voor hetzelfde doel. Ik vond het gewoon een geweldige ervaring. Het geeft je een heel andere kijk op de dingen die in je omgeving gebeuren. Je leert over duurzaamheid. En het is ook je ontwikkelt jezelf. Ik zie me bijvoorbeeld als ambassadeur door anderen te stimuleren om ook over duurzaamheid door na te denken en samen met hen een soort van domino-effect te creëren. Dat ze zien dat duurzaamheid iets is wat heel dichtbij staat en waar je zelf iets aan kunt doen. Eigenlijk denk ik niet dat er mensen zijn die hier niks van leren. Dus ik zou het eigenlijk aan iedereen aanbevelen. Ik heb Finding Roots al lang aangeraden.